Een bijzonder goedemiddag, hartelijk welkom vanuit Groningen, waar voorlopig voor het laatst in de Eredivisie gevoetbald zal worden in de Euroborg. Groningen neemt op tegen Sparta. Voor Sparta niet de laatste wedstrijd van het seizoen. Minstens twee, misschien nog wel vier wedstrijden te gaan. En Groningen neemt afscheid van de Eredivisie. Jan de Boer vandaag in het doel. Leeuwenburg is geschorst. Betekent dat hij voor de derde keer zal gaan keepen in de Eredivisie. Duarte de meest controleren middenvelder. Daarvoor Soeslof en Hoven. En voorin Mette en Antman op de vleugels. En Peppi, ja, lichtpuntje, 12 doelpunten. Dat is in ieder geval wel iets. Namely. Een goede paas. Wat kan Groningen dan in omschakeling? Duarte kijkt al om zich heen. Nu meegeven aan Peppi. Dat lukt net niet. Vriends, bal en tegenstander. En zelfs geel. En dat wil je eigenlijk al helemaal niet. Niet geschorst. Maar het is dus wel een kaart die je meeneemt naar volgend seizoen. Groningen zet weer druk. Sparta blijft over het algemeen wel rustig in de opbouw. Maar het lijkt nu toch het balverlies. Dan zat Soeslof goed tussen. Antman. Soeslof. Duarte. Schot van Duarte is hard. En Olij heeft hem. Goeie bal dit. Abels is dan door. En is hij ook doorgebroken. Ja, en is dit dan ook rood? Ook nog. Ook nog. Hoe dramatisch kan dit seizoen voor Groningen nou verlopen? Het einde lijkt passend in wat het hele seizoen al zien bij Groningen. Met rood voor Moussampa. Lange bal op Abels. Die kopt, timed wat beter. Ja, en dan wordt hij geraakt door Moussampa. En dan is dit het ontnemen van een scoringskans. En rood. En de vrije trap. Die vliegt er natuurlijk in. Hij is prachtig van de Guzman. Het is 1-0 voor Sparta. Een schitterend doelpunt dat een vol stadion verdient. Namely. Oh, lekkere bal. De Boer komt. Omdat hij in de lucht is, werd hij nog geraakt door Verschuren. Moest daar goed timen. Dat deed de keeper. Geen buitenspel voor Peppi. Ja, het is op het randje. Voorlopig de vlag omlaag. Tikt de bal te ver voor zich uit. De vlag blijft omlaag. Ja, dan was dit dus een enorme kans om 1-1 met Olij te komen. Goed doorzetten van Hoven. Goeie bal ook. Net iets te scherp voor Peppi. Een prima actie van Hoven. Peppi. Net niet bereikt. Soeslof draait de bal. Maar de eerste paal wordt wel verlengd, maar voorbij gekopt door de aanvoerder van Groningen. 2 minuten erbij. Namely. Voorzetten zijn bepaald nog niet op maat bij Sparta. Soeslof. Krijgt alsnog de vrije trap. Het is geen slecht resultaat. Er was niet zo heel veel aan de hand. Hij probeert het ineens. Bal voor en de onderkant lat geraakt door Namely. Daar is Sparta dicht bij 0-2. Geen 0-2 van richting veranderd. Bij toeval hoe die bal bij hem komt. Als voor Sambo niet het beoogde eindstation van die voorzet. Maar goed. Namely. Krijgt hem voor. Kopbal is goed. En de redding is dat ook. Geweldige redding. Van de Boer om de 0-2 te voorkomen. Verschuren dacht hem al binnen te hebben. Knappe redding van de Boer. Paas komt aan. Lauritsen, lekker gedaan. Saito, rustig. Prachtig gedaan. Schitterend doelpunt weer van Sparta. Invaller Saito maakt de 0-2. Die er al een tijdje aan zat te komen. Lat geraakt.
De boer met een vrije redding. Maar hier kon ook de boer niks meer aan doen. Abels. Ja, dat kan ook. Dat is niet onbekend om ballen vanaf 35 meter de kruising in te schieten. Maar het is een poging waard. Geen bij het spel voorlopig voor Saito. Schuift de bal voor langs. De vlag blijft ook omlaag. Schot recht op de boer. Oh, laat hem los. Dan kan Laudersen wellicht nog wat. Ja, klaarleggen en in de herkansing. Poging nummer 2, maar die is wat minder dan de eerste van Ademan. Van Krooi naar Abels. Abels naar Verschuren. Het is geen buitenspel. En dus is het 3-0. Verschuren heeft zijn doelpunt. 9e van het seizoen. En Abels heeft een assist die hij ook verdient. Speelt een goede wedstrijd. Goed gecombineerd. Verschuren. Oh, de boer laat los. Ja, ook nog. Lauritsen. Maar nu de kloptopscorer van Sparta met zijn 12e van het seizoen. Had een fraaie redding, keept ook zeker niet slecht. Maar beginnen ook al meer en meer fouten te maken. Handige beweging, ja, en ook nog een strafschop natuurlijk. Van Krooi schiet hem erin. Het is 0-5. Sparta maakt vandaag een beetje een kwart van alle doelpunten die Groningen het hele seizoen heeft gemaakt. De leidensweg van Groningen is dan eindelijk voorbij. Het seizoen 2022-23 eindigt op de allerlaatste plaats. Eindigt met degradatie en eindigt met een 5-0 thuisnederlaag voor lege tribunes.